Ongeveer 100 advocaten voeren woensdagochtend actie bij het Paleis van Justitie. Ze demonstreren in volledig toga tegen de aanhoudende bezuinigingen. De advocaten vinden dat er te veel wordt bezuinigd in hun branche. Voor mensen met lagere inkomens wordt naar de rechter stappen bijna niet te betalen. Volgens de advocaten doet minister Dekker van Rechtsbijstand niets aan de veel te lage vergoedingen voor de rechtsbijstandadvocaten.